Marco Kroon, 100 uur werkstraf, heeft hij taakstraf? Ja, kijk, ik begrijp dat hij in hoger beroep gaat, omdat hij de kans loopt dat hij zijn baan kwijtraakt en die medaille kwijtraakt. Die Willemsorde, ja. Maar kan iets in Gollo betekenen voor de gemeenschap daar bij jullie? Nee. Op zo'n meneer, zo'n wildplasser die nog kopstoten uitdeelt, ook zitten we niet te wachten. Ja, dat ontkent hij dus, hè? Zowel de kopstoot als het. Ja, nou, dan moet hij die twee politieagenten ontslagen worden. Ja. En dat is de valse aangifte, maar ik kan me nauwelijks voorstellen. Kijk, hij was dronken, die agenten niet, hoor. Ja, nou, de beelden waren heel onduidelijk, maar het zag er niet echt heel erg. Ja, ja. Nee, je ziet niks. Nee, je ziet opeens hier, op die beweging zie je daar nog. Ja, dit is. Ja, en hij heeft hem aan een vrouwelijke politieagent laten zien, toch? Ja. Het is wel zonde van die jongen, hè? Ja, absoluut. Is echt wel een held geweest. Ja, natuurlijk, man. Hij is echt een held geweest. En dan ga je maar hij is nogal eens bij een incidentje betrokken, hè? En dan komt hij weer dramatisch op tv. En altijd dat keurige echtpaar bij hem om hem. Jut en Jul. De familie Knoops. Ja, de familie Knoops. Jut en Jul. Hè? Ja. Ja, weet je, ik vind het toch wel. Ik vind het wel iets triestigs hebben van die jongen. Maar kijk, die man die is toch een beetje op hol geslagen toen hij die onderscheiding kreeg. Dat is een unieke onderscheiding in dit land. Ja. En toen dacht hij ook dat hij een soort held was die zich alles kon voorloven. Ik denk ook wel dat soort gasten, weet je, daar kom je ook niet beter uit terug. Wat er allemaal gebeurt in die landen. En als je net dus wat die laatste ook had met dat waarvan iedereen van denkt dat hij dat uit zijn duim zuigt, hè? Dat hij toen verkracht is en dat hij iemand doodgeschoten heeft. Uit koele bloeden, daarna weer, hè? Dat was een van die verkrachters was gekomen, dan, hè? Ja. Maar weet je, je komt er ook niet goed. Het is niet goed, jong. Ja, daarvoor heeft hij nog die rel ook nog gehad dat hij cocaïne gebruikt zou hebben, hè? Ja. Dat is niet bewezen, over. Nee, toen wilde ze zijn haar afnemen, dat ging niet meer. Ja, toen had hij ze. Een baardhaar, maar normaal haar had hij niet. Nee. Ze hebben wel geprobeerd overigens met een pincet, maar dat ging niet meer. Ik heb niks te pakken. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel.